wat hem betrof. Had het mogen regenen vandaag? Hij hield van de regen, vooral in het voorjaar. Dan trok hij zijn jas aan en ging naar buiten. Een hupflesje Franse cognac bij zich. Dat wel, ja. Urenlang wandelen in de duinen, zo deed hij nieuwe ideeën op. Ken je die twee heren daar? Nee. Zijn van de pers. Die met de camera op zijn buik. Ja, dat is de fotograaf. Die andere zou je straks wel aanspreken, als hij de kans krijgt. Ik zou niet weten wat ik moest zeggen. Niet zijn kant op kijken dan. Wat denk je aan? Hoezo? Je glimlacht. Het is altijd anders. Jij kende hem goed. Je had geen medelijden met hem. Oh, nee. Niet met hem. Je had medelijden met mij. Ik weet het. Je vergist je, per definitie. Het regent niet, de zon schijnt. Hij is dood en begraven. En hier loop ik, zijn weduwe, arm in arm met zijn beste vriend. Als je het goed wilt doen... Zou ik nou om je hand moeten vragen? Zo zal hij het bedacht hebben. Dat doen we dus niet. Nee. Zal ik huilen straks? Ik heb nog helemaal niet gehuild. Oh ja. Oh, dat regelt zich allemaal vanzelf. Vreemd. Ja? Dat zo'n gewoon gevoel is. Alsof het niet echt waar is. Vind je niet? We moeten verder, jij en ik. Je zet heel simpel je ene voet voor je andere voet. Verplaatst je gewicht. Hm? 59 is hij geworden. Tja, bijna een 60er. Het scheelde niet veel. Afgezien van het ongeluk. Een hoorspel geschreven door André Kuiten. Ja, nou, dat zit je dan. Met het vriendelijke verzoek van zijn uitgever om zijn in memoriam te schrijven. Zijnde de man die hem het best gekend heeft. Die het beheer heeft gekregen over zijn literaire nalatenschap. Oh. Ja, en nu je dan niet meer bent om zelf te kunnen lezen wat ik over je schrijf, van puntige kanttekeningen te voorzien. Oh, wat moet ik over je zeggen? Leg je oor te luisteren. Doe ik? Ik zal je wel een handje helpen. Jij wel. Om te beginnen... Is Masters voor... Neem je het einde. Is al gebeurd. We hebben je vanmorgen begraven. Zet hem maar boven. De terugtocht? Zeer goed. En nu de eerste regel. Ja, als je me nou even zelf mijn gang zou willen laten de gaan. De klasse van een schrijver... Alsjeblieft. ...wordt bepaald door zijn mate van wanhoop. Ben je nou helemaal dol geworden? Is het geen mooie zin? Het slaat nergens op. In ieder geval niet op jou. Je schribbelt weer tegen. Goed. Goed, doe het dan maar op je eigen manier... zal zich wel weer onderscheiden door een glanzend onvermogen om ook maar de minste emotie bij de lezer wakker te roepen. Aangezien jij ten eenenmale de gave mist jezelf voor de gek te houden, ik heb gezegd. Het zal tenminste de waarheid zijn. Maar heb je dan niets van me geleerd? Niets van me begrepen? Wat heeft de waarheid ermee te maken? Een goed geschreven zin, dat is waar. Een slecht geschreven regel. Stil. Wat krijgen we nou? Ik heb het. Luister. Hij... had kunnen weten... Wie? Huh? Jij. Oh. Dat zijn wijnkeldertje... Oh, gaan we zo beginnen? ...hem op den duur zou komen te staan. In het leven dat hij leidde en dat hij zich voorstelde... Eenvallig en arbeidzaam te zijn? ...nam zijn wijnkeldertje een voorname plaats in. Punt. Immers, deze man die zich van zijn medemensen
trachten te onderscheiden door wat hij noemde een rechtlijnige manier van leven en denken. Nooit gezegd, hoe kom je eraan? En die zich toelegde op een strenge en bijna ascetische levenswijze, comma, vond het niet anders dan logisch dat een sterk mens zich... terwille van het menselijke... ook een zekere zwakheid kon permitteren. En dat, lieve lezer, was dan zijn wijnkeldertje, in zekere zin te vergelijken met zijn bibliotheek, aangezien zich in beide... is al lang niet meer te volgen. ...de beste producten van... van wat? Nou? Wat ik bedoel te zeggen... ja, schrap het maar. Dat één blik in zijn boekenkast de nieuwsgierige gast onmiddellijk duidelijk maakte... dat de eigenaar over een uiterst verfijnde, zij het enigszins eigenaardige smaak beschikte. Akkoord. En wie de inhoud van zijn wijnkeldertje zag... zwerver, jij hebt er het meeste van gedronken. Kon daarvan hetzelfde zeggen. Geniaal, ik geef het toe. Wacht. Wat ga je doen? Mezelf bedienen. Sinds wanneer heb jij dank in huis? Oh, het feit dat jij tegenover mij zo openhartig was... betekende nog niet dat ik dat ook tegenover jou zou behoeven te zijn. Zie je... Wiesel, Fred, Otter, Stinkdier, als rat. Ik s'avonds laat, of zeg maar s'nachts, thuis kwam... na weer zo'n lange beschouwelijke avond bij jou... jij oreren, ik luisteren... dan ging ik daar in die stoel zitten... en ik schonk mezelf na al die kostelijke wijn... een doodgewone jonge borrel in, hè? Aha. Een bruut ben je. Nachtmutsje. Meer niet. Dat weten we dan ook alweer. Ja. Dat wijnkeldertje van jou. Ah, wacht. Nee, ik schrijf het meteen even op. Oh, geneer je niet. Plavuizen. Echte. Uit 1870. Zo romantisch. Het komt wel hard aan als je valt, ook al is het maar een halve meter. Het stenen trappetje omlaag bestond uit precies 6 treden en hij had er al 2 afgelegd, voetje voor voetje, en toen, ja... Ik had een kaars in mijn hand en die woei uit. Ze hebben het elektrische licht niet voor niks ontdekt. O, zeg, ik moet er niet aan denken wat er met je gebeurd zou zijn. Als ze me niet hadden gevonden? Had je daar gelegen met je gebroken heup, dagen en nachten. Niks te eten, maar genoeg te drinken. Hoe maak je van wijn weer water? Yvonne vond me. Je was niks voor niet getrouwd. Ik schreeuwde. Ze hoorden je. Ja. Zieke auto, daar ging je. Loeiende sirenes op weg naar het ziekenhuis. Nou, jij kon niet weten dat dat... Goed, dat was dan mijn wijnkeldertje. Ja, is het typerend of niet? En afgezien van dat ongeluk, wat heb je nog meer over me te vertellen? Rustig. Nou, ik heb het begin. Laat me dat nog eerst even uitwerken. Puntjes op die? Zijn zeer belangrijk. Piet Luttig, de werkelijke grote schrijvers. Ja. Neem Slauwehoff. Bijvoorbeeld. Huh? Die speelde het klaar om leesbaar te schrijven op een schrijfmachine. Ik ben Slauwehoff niet. Ik ben zelfs geen schrijver. Ik ben een doodgewone socioloog die toevallig een vriend van je was. En daarvan moet ik het hebben. Al van jongs af aan. Ja, laat me nou even met rust. Zeker. Ben al weg. Ik hoor het wel. Als ik je weer nodig heb. Jazeker. De zoete zuster van de dood, altijd nachtdienst, hoe slaperig je bent, hoe wakker ze wordt, komt aandragen met half volle, half lege glazen water. Je hoofd loopt om. Je schreef nog, in het ziekenhuis? Niet veel. Zo nu en dan een regel. Heb ze gevonden? Klein rood bloknootje, koket hoor, lag onder je hoofdkussen. Je gaat ze toch niet? Publiceren. Waarom niet? Volledig is volledig. De zoete zuster van de dood. Nagelaten gedichten. Brengt die voor misschien nog wat geld op? Nou, het is nog altijd zo dat de dood van de dichter zijn beste publiciteit is. Ik wist niet dat... Dat wist niemand. Het was mijn gebroken heup niet. Nee, je wou toch ook nooit naar de dokter? Die nachten...
toen ik daar lag. In het ziekenhuis, ja? Als ik daar nog aan denk. Ja. Toen ben ik, geloof ik... Geloof je? Met mezelf in het reine gekomen. Bekend verschijnsel. Als mensen orde op zaken gaan stellen, pas dan op. Dan is het einde dikwijls nabij. Sylvie. Oh, ik wist het wel. Wat? Dat je over Sylvie zou beginnen. Niet zo leuk voor Yvonne, bedoel je? Oh, Yvonne. Begrijp dat wel. Yvonne is pas in mijn leven gekomen. Toen Sylvie eruit verdween. De grote asceet heeft immers nooit alleen kunnen leven. Hoe is het met Yvonne? Yvonne houdt zich flink, zoals je van haar kunt verwachten. Niet dat het zo eenvoudig voor haar is. Afgelopen week hebben zeker 3 damesbladen er lastig gevallen. Dat doet ze niet. Nee, dat doet ze niet. Maak je niet ongerust. Zeg, tussen 2 haakjes dat kleine rode bloknootje van je. Ja. Bladzijn nummer... hier. Ja. Ja. Is dat een D of een T? T. Dat is dan fout. Is zo vriendelijk gestemd, schrijf je met een D. Moet ik die T laten staan? Maak er een D van, klerk. Zeker, meester. Maar het kan toch zijn... Waar? Dat je van 2 vrouwen tegelijk houdt. Oh, ik zou het niet weten. Ik ben nooit getrouwd geweest. Waarom eigenlijk niet? Omdat ik wel alleen kon leven. Nou goed. Op je tintjes getrapt, hè? Dat verhaaltje hier... Ja. Wat moet ik daarmee? Op een keer... Zat de verlosser te eten. Verlosser met een hoofdletter? Staat dat er? Nee. Zet maar een hoofdletter. Dan weten we tenminste allemaal over wie het gaat. Zat de verlosser te eten en aan de ene kant van de tafel kwam een poes zitten... En aan de andere kant een spreeuw. Een spreeuw, staat dat er? Dat staat er. Goed. Een poes en een spreeuw. En terwijl hij ze wat te eten gaf... Ja, ja. De verlosser dus, zei hij tegen hen, hun... Zei hij tegen hen? Vertel eens, hoe gaat het tussen jullie... Is dat alles? Dat is alles. Nou, de poes en de spreeuw, zal ik dat dan maar boven zetten? Zal ik dat dan maar boven zetten? Hé, hey, zeg eens wat. Boos, hè? Goed hoor, ieder op zijn beurt. Zonde ontkracht, maanden onstilte, alle getijen gedijen, weet er alles van, is zijn ergernis. Niet in mijn hand bijten, niet in mijn borst te komen, u bent toch geen baby meer? Zuster, er zit iets in mijn oog. Het zal een vuiltje zijn. Vuiltjes vliegen toch niet, zuster? Het is me niet opgevallen. Het is zo licht genoeg? Het is je gelukt, zie ik. Wat? Huilen. Ja. Kinderachtig, hè? Ontzettend kinderachtig. Ik kom je wat brengen. Wat lief van je. Een zoen op je voorhoofd. En een bosje voorjaarsbloemen. Verder gaan we vanavond wat eten in de bistro d'Aten. En daarna gaan we... Oh, op alsjeblieft. ...naar de première van een nieuw stuk van Feydeau. Kunnen we lachen. Gegarandeerd. Schiet je een beetje op met je in memoriam? Oh, gaat wel. Het moeilijke is... Je bent niet altijd geïnspireerd. Nee. Even deze bloemen in het water zetten. Roelof, als je zo lief wilt zijn om even een fles wijn te pakken. Uit het keldertje? Ja. Oké. Okay. Voorkeur? Ik niet. Je bent hier niet meer geweest, hè? Nee. Zonde. Hey, kijk nou. Die kaars, die ligt er nog. Oh, dat is een tent van hem.
Roelof? Ja? Is er iets? Nee. Het zou al gebeurd zijn. Bekijk zijn boeken. Wat? Laat maar. Yvonne? Ja? Kom eens hier. Moet dat? Ja. Ga eens even zitten. Bovenaan de trap. Je gaat me toespreken. Zeker. Zo streng als je maar kan. Sanitaire maatregels. Ten einde niet in een situatie te belanden die... Ja? Je weet wat ik bedoel. Geen idee. Hard zijn tegen jezelf. Oh ja. Anders word je ziek en daar heeft niemand iets aan. Nee. Je moet doen waar je zin in hebt. Waar ik zin in heb? Je meent dat? Ja. Nu? Oh, waarom niet? Goed. Wat is het voor een ding daar? Oh, weet ik het. Het lijkt me een antieke deurhengsel of zo. Pak het eens. Het zit vol roest. Ja, dat zal wel, maar pak het nou. Zoals je wilt. Is het zwaar? Nogal. Geef me hier. Alsjeblieft. Kan je het houden? Ik wel. Ga eens een eindje achteruit. Yvonne? Ja of nee? Achteruit, Roelof. Zoals je wilt. Dat was de laatste fles, geloof ik. Een kapitaal aan... Je zei toch dat ik moest doen waar ik zin in had. Nou, alsjeblieft. Ja, ja, maar... Nou ja, ik ben ook niet van gisteren. Je bedoelt... Ik zag het aankomen. Jij wel. Ja, en toen ik jou dus dat ding gaf, wat je overigens nou maar beter had je handen kan leggen, heb ik dit... in mijn binnenzak gestoken. Ja, een doodgewone Beaujolais, maar daar had ik nou toevallig zin in. Wat ben jij toch? Een zwerver. Ik weet het. Ga je mee naar boven? Als je maar niet denkt... Dat je er een druppel van drinkt. Goed, drink ik hem alleen leeg. Is je nou echt... Dat je zijn collectie aan stukken zou slaan? Ja, dat wist ik. Waar is de kurkentrekker? Hé, hey, en je liet me? Oh, ik heb hem al. Zo. Moeilijk gaat hij. Ja. Zo. Nou, nog een glas. Ben je nijdig? Nee, hoor ik niet. Twee glazen. Ah, dat vind ik nou lief van je. Zo, één. Hoe voel je je? Een beetje moe. Maar wel opgelucht, hè? Ik weet niet. Op je gezondheid, Yvonne. Op je gezondheid. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Een zielziekte. Maar de dokter zegt dat hij dat woord niet kent. Het is iets anders, zegt hij, dat tenslotte vorm heeft aangenomen, gestalte heeft gekregen. We kunnen er lang over praten, de dokter en ik. Zoals een rijtuig 's avonds laat over een landweg naar huis sukkelt. Man en paard slapend. Zo moet het gebeurd zijn. De weg terug. Onbewust gevonden. Hoe ver ben ik gevorderd? Elke
nog te verwachten seconde telt nu een eeuwigheid. Ja, ik kom thuis. Ik ben gegeten en zo vriendelijk gestemd dat ik mijn schaduw groet. De vreemde stopt. En nu herken ik hem. Sylvie? Ja? Ik leerde haar kennen. 14 was ze toen. En jij 24? Ja, ik was te jong. Of zij te oud? Wie zal het zeggen? De eerste en enige man in haar leven. Weet je dat zeker? Hoezo? U vraagt maar. We trouwden toen ze 18 was. En jij 28, ik weet het. Je hebt er nooit over willen praten, je hebt het me al 1000 keer verteld. Ze hield ervan. Waarvan? 'S Nachts zwemmen. Het liefst bij het licht van de volle maan. Het soort waanzin dat jij in haar aanmoedigde. Ik? Ik ben bang voor water. Ik geloof niet dat Sylvie zo'n bijzonder meisje was. Ik denk dat jij dat zo gemaakt hebt. Niet bewust dan toch? Nee. Toch heb jij mij nooit kunnen overtuigen. Niet van het feit dat je echt van haar hield. En niet van je verdriet toen ze uit je leven verdween. Op de een of andere manier bekeek je er te veel als... object. Dat is waar. Ja. Ja. Maar dat is de enige mogelijkheid om... afstand te bewaren. En je verdriet? Oh, je kon het zo goed gebruiken. Ik begreep niets van haar. Nee? Nee. Nee, ik kon wel met haar praten. Tegen haar praten? Het maakte niets uit. Terwijl de stiltes tussen jullie... te snijden waren. Om je een idee te geven. Ja? Wat doe je? Ik kijk. Waar kijk je naar? Kijk naar buiten. Wat is er te zien buiten? Niks. Het regent niet eens. Wie zegt dat dan? Ben je weer bezig? Het is soms... het lijkt wel alsof je er niet tegen kunt om ook maar één moment met rust gelaten te worden. Hoe kom je daarbij? Dat je zo verwend bent dat je... altijd in het middelpunt van de belangstelling wil staan. Oh ja? Ik sta hier bij het raam naar buiten te kijken om op te vallen. Goed? Ik moet werken, Sylvie. Ik kan niet werken als ik steeds... en erover praten maakt het alleen maar erger. Hoor je het zelf ook? Sylvie... je weet dat ik van je hou. En? Hou je van mij? Ja, of nee? Stel dat ik nee zeg. Wat zou je dan doen? Hoe bedoel je? Zijn er consequenties aan verbonden als ik nee zeg? Nee. Als ik ja zeg. Daar fladdert een stuk papier in de wind over de natte straat. Het gaat met horten en stoten, zie je wel? Soms ligt hij zelfs stil. Maar als jij en ik straks diep in slaap zijn in ons warme bed, zal hij nog steeds worden meegenomen. Straat in, straat uit. Nou praat ik. Heb je daar wat aan? Beter, langste gedicht. Ik heb meer liefde gewild dan gekregen. Ik zag mooi en naakt op mijn plaatje. Ik was banger in mijn droom. Maar ook herstelde ik vlugger. Ik was een vrolijk minnaar. Hartstocht heeft me nooit anders dan in tijdnood gebracht. Bewegen de wolken, liefste? Of doen je schouders dat? Er nog iets? Ja?
Die liefde voor dieren van je. Die heb jij altijd wat verdacht gevonden, hè? Ja, zoals je ook op sommige foto's staat. Ik heb er een paar uitgezocht. Op verzoek uiteraard. Welke? Hier. Deze bijvoorbeeld. Daar zit onze wereldvreemde dichter. De valse bescheidenheid straalt uit zijn verlegen oogopslag. Doe maar. Hand strijkt liefkozend over glanzende vacht van zijn lievelingspoes. Staat altijd naast zijn schrijfmachine, als hij niet bij hem op schoot zat. Dat is Oedipus. Ook zo'n oorspronkelijke naam. Het was zo eigenwijs. Ja, dat is de ellende. Als je een kattenliefhebber bent... Ze worden niet oud. Ik bedoel, ze worden... Niet ouder dan ze worden. Ik had er één Boris, een pers. Die werd 14. Ach, arme. Het stomme beest. Al zijn haren vielen uit. Raakte zijn tanden kwijt. Ik heb het tenslotte... Laten afmaken. Oh, het was zo gebeurd. In een handomdraai. Houdt u hem maar even vast, zei de dokter. Terwijl hij het spuitje klaarmaakte. Hij stierf in mijn handen. Keek me nog aan alsof hij zeggen wil... Miauw, wat krijgen we nou? Als je er al... Als kind mee begint. Waarmee? Met katten houden. Oh ja? En je wordt 100 jaar. Stel. Dan kan je er zo'n 7 meemaken. Daar komt dat gezegde dan zeker vandaan. Het welk gezegde? Dat een kat 7 levens heeft. Terug naar je bloknootje. Ja? Ik neem aan dat deze twee gedichten bij elkaar horen. Hoe begint het? Opgenomen. Oh, ja. Opgenomen. Een versleten schrijver. In een spiksplinternieuw ziekenhuis waar het neon reflecteert. In de witte plastic vloer en wanden. Dooft het licht in zijn ogen, schemert het in zijn brein. Was graag thuis gestorven, in zijn werkkamer uiteraard, op de leren bank, binnenste buiten gekeerd. Een smalle richel eigenlijk, waarop je de oversteek waagt tussen twee hoofdstukken. En langs de wanden staan, met hun bleke linnen ruggen naar het lamplicht gekeerd, de reuzen van vroeger. Vertel, muze, van Achilles' wrok en van alle ellende die daaruit is voortgekomen. Maar Achilles wrokt nog steeds. Je moet jezelf bewaren als vriend en vijand sneuvelt. Eerloos blijven in een vreemd land. Gedachteloos verder gaan om de weg naar zee te zoeken. Onder de struiken liggen hun lichamen, snel bedervend in de dood. Maar zij die de kust bereikten, liepen over het water. De zon scheen zo fel op hun pantsers. Je zou haast zeggen dat er geen panzer was. Akkoord dan? Wat? Dat ik ze achter elkaar zet. Zie maar. Waar zit jij met je gedachten? Wat? Oh. Ja, ik realiseer me opeens dat ik eigenlijk nooit gelukkiger ben geweest als toen. In die nachtelijke uren, als ik niet kon slapen, met een einde raad in armoede, maar aan mijn werktafel ging zitten. En als het dan opeens kwam... De zoete inval. Een goede regel. Want, laten we eerlijk zijn, een groot schrijver ben ik niet geweest. Geen... Slauwerhof. Die bedoel ik niet eens. Nee, die onverwoestbare, noeste werkers... die zich waagde aan het allesomvattende. Ja. Melville, dat was maar er een. Beschreef 7 soorten walvissen. En hij had er maar eentje nodig. Die witte, op het end. Het gekke is, of misschien het helemaal niet zo gek... dat ik nu hij niet meer is, in zoveel mensen... ja, mannen dan, iets van hem terugzie. Bij de een is het een zekere overeenkomst in gestalte... Met anderen weer bepaalde manier van opkijken. Ik denk soms echt dat ik hem zie lopen. Of dat ik zijn stem hoor. Ach, het zal wel weer overgaan. Koffie? Ik weet niet. Irish koffie dan? Ik wil nog wel in staat zijn iets van de voorstelling te zien straks. Vind je het vervelend? Om over hem te praten? Oh, helemaal niet. Ober, mogen wij 2 Irish koffie van u? Om over haar te praten. Over haar? Hoef je niet zo verschrikt te kijken. Ik heb het over Sylvie. Oh. Ten slotte, jij hebt haar gekend. Zo lang geleden. Bovendien, ik woonde in Leiden toen.
Ik heb haar hooguit een paar keer gezien. In zijn gezelschap? Ja, uiteraard. Je was getuige bij hun huwelijk. Ik weet wel wat je nu denkt. Ik heb nooit over haar gepraat, zelfs niet met hem. En niet om zijn gevoelens te sparen, overigens, maar omdat ik niet iets tussen ons in wilde brengen dat ons... dat onze relatie in de weg zou staan. En ik heb jou ook nooit vragen over haar gesteld, omdat ik het gevoel had dat ik dan iets achter zijn rug om zou doen. En het gevolg is, ik weet eigenlijk niks van haar. Ze was toch de eerste vrouw van mijn man. Sylvie. Sylvie is nooit een vrouw geworden. Hoe bedoel je? Ja, ze stierf toen ze 25 was. En? Ze was... Het is moeilijk te zeggen. Probeer het alsjeblieft. De keren dat ik er meemaakte... Mocht je er? Eerlijk antwoord? Je mocht er niet. Nee. Ik vond er... aanstellerig. Nee, is niet het juiste woord. Onvolwassen ook niet. In zekere zin was het wel een apart meisje, als je op dat type valt. Sorry, dat klinkt grover dan ik het bedoelde. Praatte je wel eens met haar? Nee, nauwelijks. Ze was ook niet geïnteresseerd. Misschien is dat wel de reden dat ik er niet mocht. Wie zal het zeggen? Als Johan en ik in hevig debat verwikkeld waren... Je hebt het vaak genoeg meegemaakt. Ja? Je hebt je er nooit aan geërgerd? Soms. Woorden. Nou ja, God, hij en ik. Wij waren sparringpartners om eens een sportterm te gebruiken. Hm? Zij kon midden in ons gesprek... Opstaan en weglopen. Ja. Ze kon knap ordinair worden ook. Ik heb wel meegemaakt dat... Je moet niet denken dat ik jaloers ben. Maar je kent hem. Je kent hem goed genoeg om te weten wat zij voor hem betekende. Overdrijf het niet, Yvonne. Als je het mij vraagt, was hij altijd met haar bezig. Toch heimelijk in zijn gedachten. Alsof ze een soort... muze voor hem was? Ja. Met een dode in competitie treden, dat is onbegonnen werk. Stel dat... Sylvie was blijven leven. Waren ze dan uit elkaar gegaan? Volgens mij... Ja of nee? Ze is niet blijven leven. Zie je, dat was het punt. Ze maakte er zo een end aan. En kijk, dat iemand... dat zij hem dat zou aandoen. Dat ging zijn verstand te boven. Oh, maar geloof me, ze deed het echt niet voor zijn plezier. Waarom dan wel? Wie weet wat zwartgalligheid is. Ze zag er het nut niet van in. Ze had gewoon geen zin meer. Ik denk dat het leven er verveelde. Hield ze van hem? Ik zou het niet weten. Je moet niet vergeten. Ga door. Ja, de man die hij was toen jij hem leerde kennen. En de man die hij was... Met Sylvie. Het is niet in zijn koude kleren gaan zitten. Waarschijnlijk, met zijn gevoel voor humor, vond ze hem amusant. Alhoewel, God, Yvonne, lieverd, ik weet het niet. Ik weet niet wat haar in hem aantrok. Ik weet wel wat hem in haar aantrok. Ze was wanhopig. Ja. Zonder het zelf te weten. Ze was constant ten einde raad. Hij moet dat gevoeld hebben. De barmhartige Samaritaan. Hij? Hij was nieuwsgierig. En toen het gebeurde... je koffie. Zeg, en je drinkt het op ook, hè? Weet je dat ik zelfs nog nooit een foto van haar heb gezien? Nee, ze wilde niet op de foto. Dat wilde ze dan eigenlijk wel? Waar hield ze van? Sylvie? Van dieren. Hij ook? Ja, later pas. Je bedoelt... Johan cultiveerde al zijn gevoelens. Of het nou plezier of pijn betrof, maakte niks uit.
waarom ik van hem hield. Ja? Hij gaf me het gevoel erbij te horen. Erbij waar wij? Bij het gevecht. Welk gevecht? Het gevecht tussen hemel en hel, nou goed. Dat bedoel ik nu. Wat bedoel je? Dat bedoel ik dat als het erop aankwam... Ja. Jouw man een man was die met twee benen op de begane grond stond... die schoon genoeg had van alle poëzie... Mogelijk. En er niet te min zijn leven aan wijde. Ik hield van hem. Ja, dat weet ik. Jij hield van hem. Ja? Om allerlei sentimentele redenen. Boos? Nee. Nou, dat is maar goed ook. Hij was niet sentimenteel? Hij deed alsof. Dat is alles wat hij wilde. Iets voelen. En soms voelde hij het ook. Dan dacht hij dat hij al een heel eind op weg was om een beetje menselijk te worden. Niet dat hij zo kil was. Ik weet het. Hij hield van jou. Weet je dat zeker? Ja. Ja, dat weet ik zeker. Waarom? Waarom? Daarom. Nou, drink je koffie op, voor die koud wordt. Twee vrouwen heeft deze man gehad. Terwijl hij tot diep in zijn hart het liefst alleen wil leven. Steeds met minder toekomen. Hoe arrogant van je zegt ze om altijd de minste te willen zijn. Slaapt alleen tenslotte. Die niet meer weet dat zijn lichaam beeft. Pas het ook bij je als je niet meer beweegt. Behalve 's nachts dan. Als de zuster met hem praat. Omdat hij blaat als een lam dat zijn wolvendracht ontdekt heeft. Slaapt alleen tenslotte. Zoek een moe naar een maagd voor het tamme wolvenwonder. Je zal me niet willen geloven. Daar zijn we altijd van uitgegaan. Maar sinds kort. Uren, dagen, maanden, de laatste 2 weken. Ja. Heb ik er vrede mee. Waarmee? Met de manier waarop Sylvia mijn leven is verdwenen. 2 weken, zei je. Dat is 20 jaar geleden. Ik ben tot besef gekomen. Zeg het maar. Dat ze niet verdronken is. Ja, dat wel. Maar dat ze niet... Ze was de eerste vrouw die erin slaagde de Noordzee over te zwemmen. Sindsdien woont ze in Engeland. Ze weigert ook nog maar 1 woord Nederlands te spreken. Ja, maar het kan toch zijn dat ze... Verdronken is? Kamp. 20 jaar geleden en ze zwemt nog steeds... Kamp toch? ...rond in jouw gedachten. Schoolslag 1, 2, 1, 2. Het schijnt niet eens zo erg moeilijker. Onder het licht van de volle maan. Oh. Genadeloos mens ben jij. Altijd al geweest. Eigenlijk ben je geen eens een mens, maar wat je dan wel bent... Wanneer kom je weer? Morgen, hè? Als je er dan tenminste nog bent. Bedankt voor je troostende woorden. Oh, waren ze weer niet hard genoeg? Oh, je doet je best. Zie je morgen, dichter? Ja, zie maar. Zoveel vragen die ik je schuldig blijf. Maar je bent al verdwenen aan de lauwe, dove kant van de golf. We hebben het zelf gedaan. Ons eigen verhaal vervult ons met angst en weemoed. Die nacht ben je gestorven? Ja, in mijn slaap. Ik weet er niets van. Er zijn er die hebben altijd geluk. Dromen. Dat je dood bent. Je ligt opgebaard in een lege kamer. Toch hoor je een vogel zingen. Wat voor vogel? Doet dat er iets toe? Ah, goed. Je bent dood en je hoort een vogel zingen. Kom dichterbij. Steeds dichterbij. Je wil het pakken. Ja. Nee. Ik wil dat hij neerstrijkt op mijn uitgestrekte hand. Paaien, hè? Maar je doet het niet. Niet? Vliegt weg. Ik zie de zon. Maar het is de zon niet. Het is de lantaarn van de nachtwacht die in mijn ogen flitst. Je weet wat zo'n droom betekent, hè? Geen idee. Van die vogel, dat je dood bent. Nee. De onmacht. Om een liefde te hebben. Je zegt het maar. Staat in het boekje. Welk boekje? Dromen. Droom jij wel eens dat je kan vliegen? Ik niet. Dacht ik al. Wat betekent dat? Wat? Dromen, dat je kunt vliegen. Oh, hetzelfde als dromen dat je niet kunt vliegen. Simpel, is het niet? Hetzelfde als niet kunnen fluiten en van de kleur groen houden. Nou... Daar ga je dan. In memoriam. Want altijd heb ik van het wit papier de grootste bek gekregen. En toch zien die woorden eruit alsof ze op zijn kamer werden neergeschreven.
Ruik het zout op het water, zie toch de magere hand om het wormstekige scheef beschuit. De enige die zijn pen scherpte, die zijn mes niet had gewet. Die stikt dat zijn hart zo zacht was als een rotte plek. Stilte. Het is Achilles die spreekt. Wat de dood is, zwaar slapen, je hoofd omlaag, je armen gespreid. En weten dat je zwaard net buiten je bereik ligt. Je lans gebroken, je schild gescheurd. Eén lange nachtmerrie waaruit je met man en macht probeert wakker te worden. Troje is immers teruggevonden door Schliemann in 1870. Ik wou geloven. Dat ik kon geloven. Hopen. Dat ik eens kon hopen. Lief. 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 Ik wou dat ik oud was. En mijn leven aan jou had gewijd. Hierheen die je tijd vindt om af te rekenen. Je kunt niet leven van nijd, nog dan sterven. Je wordt toch nooit gelukkiger dan je soms bent. Hij is niet strijdbaar die niet lijden wil. Maar door een dichtader zou hij graag doodbloeden. Hij was wat hij wou zijn, op papier geweest. Een edelman, opgevoed om edelmoedig te zijn. Dat wil zeggen, het jachtinstinct was bij hem algemeen ontwikkeld. Zijn barmhartigheid ook. Hij liet na jarenlang zorgvuldig opkweken zijn als kind gekregen koningsarend los en schoot het toen neer in de vlucht, eigenhandig. Hier te blijven, hoe groot is mijn angst voor de zee? Het zout dat de wonden zuivert. Als ik maar zelf kon zien hoe ik aanspoelde, heen en weer geslingerd. Door welke nou zie ik aangevonden? Laatste woorden met dikke tong, zeer traag en moeilijk uit te spreken. Straks komt ze me halen. En alles zal goed zijn. Afgezien van het ongeluk. Een hoorspel geschreven door André Kuiten. Elsje Scherjon was Yvonne en Wim Kouwenhoven, haar overleden man, de schrijver Johan van Slingeland. Lou Landré, zijn vriend Roelof Damstee. Celia Nuvaar, Sylvie. En Connie van Leeuwen, een verpleegster. Technische verzorging Gerard van Iperen, regie Johan Wolder.